Geen flauw idee. Nou, nerd. Ja, ik spreek gewoon niet, ik leer. De tentamenweek. Als leren geen optie is, is spieken je enige kans. Maar steeds meer universiteiten proberen het de student wel heel moeilijk te maken. Ze verbieden telefoons en gebruiken soms zelfs camera's om je in de gaten te houden. Gelukkig ben je in Utrecht nog wel even veilig. Dus, wat is jouw beste spiektip? Nou, als ik ergens slecht in ben, is het wel spieken. Oh nee, ik deed het altijd. Nou, spieken doe je op deze manier. Nee. Vroeger schreef ik het altijd tussen mijn vingers. Of op je hand gelegd. Het spijt me heel erg. Ik durf oprecht niet te spieken. In de zomer heb ik wel een goede spiektip. Ik doe altijd net zo onder mijn rokje. Doe ik het? Schrijf ik dingen op? Omdat dan mag je niemand vragen of die daar mag kijken. De beste manier om te spieken is hier wat schrijven. Het staat er nog van gisteren. Ik kan het niet zien. Maar het is heel handig, dus alleen maar zo te doen. En dan kijk eens zien. Mevrouw, wat zijn de beste spiektips? Ik spiek niet. Ik weet niet hoe dit hoe dat moet. Gewoon afkijken bij degene voor je. Hoe spiek jij? Nou kijk, de makkelijkste manier om een spel te winnen is om de regels te bepalen. Je zegt dus gewoon de vraag beantwoorden. De beste manier om te spieken hier op de universiteit hebben we nog niet uitgevonden. Nee. Helemaal nooit. Hebben jullie maar spieken op de. Ja, precies. Dus willen ze wel graag weten. Wanneer heb ik voor het laatst gespiekt? Ik heb nooit gespiekt. Ik ben heel saai. In groep 6 en. Nee, sorry. De derde klas. En die had ik onder mijn hand liggen zo. Maar ik ben best wel zenuwachtig dan altijd. En de hele klas deed het. En toen keek ik iets te ver zo met mijn hand. En toen stond de lerares achter me. En toen gooide ik hem zo op de grond. En toen zei ze, ja, gesnapt. En toen heb ik het nooit meer gedaan. Dat was bij mijn tentamen over mediacritiek. Is een heel vervelend vak. En toen had ik het hier allemaal tussen symbooltjes geschreven. Maar dat was een beetje jammer, want die symbooltjes begreep ik op het tentamen zelf niet meer. Dus duidelijk zijn in je eigen spiekbrief. Ik heb voor het laatst gespiekt denk ik in de 5e of in de 6e. Maar dan niet afkijken, maar gewoon dingetjes stiekem op een potlood schrijven. Ah nee, vorig jaar trouwens ook nog een keer gedaan. Ik spiek altijd door een brief. Ik zorg altijd dat ik een lang shirt aan heb en dan leg ik een briefje onder. En dan meestal als iemand anders niet kijkt, dan kan ik gewoon heel dat briefje overschrijven. Als je het beste wil spieken, ja. Niet zo zenuwachtig zijn. Ja, nog een keer rechtop je blaadje houden en dan nakijken. Ja, zo. Dan moet je een kaartje, op een heel klein kaartje, zo klein mogelijk schrijven. Met een scherp potlood, want dan kan je hele kleine lettertjes schrijven. Op een kaartje schrijven, daar een elastiekje aanzetten. En dan via je mouw een bevestigen aan de binnenkant van je trui of iets dergelijks. Kan je een paperclip of, paperclip of een veiligheidsspeld voor gebruiken. En op het moment dat er dus een docent in de buurt komt, laat je het kaartje los, schiet hij via het elastiekje mouw in en dan is er dus niks meer te zien. Hey, fantastisch.